In de congreshal is vanmorgen een nationale jeugd- en kindersummit van start gegaan. De driedaagse summit wordt georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken in samenwerking met UNICEF. De conferentie staat in het teken van 30 jaar Conventions on the Rights of Children, CRC. Deze dag wordt ook de World Children's Day of Internationale Dag van het Kind genoemd. Leerlingen van lage beroepsonderwijsscholen waren aanwezig tijdens de eerste dag van de summit. Volgens Patrick Matala, UNICEF-vertegenwoordiger in Suriname, moet na 30 jaar CRC naar de toekomst van deze conventie gekeken worden. Ter naleving van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de zogenoemde SDGs, heeft de UNICEF-vertegenwoordiger een dringend beroep gedaan op de regering van Suriname om kinderen op de eerste plaats te zetten. Invest in children's health, invest in children's education, invest in children's protection. Invest in children access to clean water and sanitation. And invest in young people, give them the skills and training they need to be ready for the world of work. We cannot build a more sustainable future without investing in those who will carry the future forward. We commend those governments, these Surinamese institutions, who continue to commit to this future for children, including the Ministry of Foreign Affairs, who align the global pledge for every child, every right. André Misikaba, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zegt dat wereldleiders 30 jaar terug besloten hebben om bij elkaar te komen om ervoor te zorgen dat kinderen tot 18 jaar veilig kunnen opgroeien. De bewindsman geeft verder aan dat er veel is gedaan en veel is veranderd in die 30 jaar. Maar we merken op dat er nog veel braakliggend terrein is op dit gebied, zegt Misikaba. Er zijn kinderen die nog naar school gaan met hongerige maagden. Niet alle kinderen kunnen in hun eigen omgeving veilig spelen. Niet alle kinderen hebben toegang tot ICT, noem maar op. We zouden die dingen kunnen noemen. Er is werk aan de winkel. Ik heb demonstratief, ik hoor van een vrij uitgebreid te speechen. Vanmorgen heb ik ervoor gekozen, gisteren terwijl ik nadacht over wat ik wilde doen, ik zeg 2 minuten praten en iedereen oproepen, in de ketel pakken, laten we gaan werken. Dus ik zeg, na 30 jaar begint het werk pas. Ik ga in elk geval 1 LBO-school heeft me al uitgenodigd. Ik ga voor een motivatie heel binnenkort. En mijn boodschap zal zijn aan de kinderen van grijp de toekomst. En ik denk dat we deze boodschap veel meer moeten brengen naar onze jongeren. Er zijn veel bedreigingen, ik erken dat. Ik heb het ook gehad terwijl ik opgroeide, maar de kansen liggen er ook en die moeten we grijpen. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij sprak vanmorgen tijdens de opening van de Nationale Jeugd- en Kindersummit in de Congreshal. Deze wordt gehouden in verband met de viering van 30 jaar Conventions on the Rights of Children, CRC. De summit wordt woensdag afgesloten met een wandelloop en een festival.